Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe Bardo's Donderdag. Vandaag ben ik iets minder energiek en bla 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 dan normaal, want ik ben een beetje ziek. Maar dat neemt niet weg dat ik vandaag een Bardo's Donderdag ga maken voor jullie. Vorige week was ik er niet, dus deze week ben ik er weer wel. En vandaag gaan wij praten over Saving Sinterklaas, de minifilm die afgelopen zondag op Banya Movies verscheen. Er staat een link in de beschrijving, mocht je de video nog niet hebben gecheckt. Geloof me, het is echt de moeite waard. Het is een hele gruwelijke video. Het is 5 december en ik ga met jullie de behind the scenes doornemen. Voordat ik ga beginnen over de behind the scenes van deze video, lijkt het me eigenlijk leuk om jullie gewoon eerst een sfeerimpressie te geven van hoe het was en hoe het ging op de set van Saving Sinterklaas. Kijk mee. Aan het einde van Saving Sinterklaas zaten al de bloopers, dus ik heb vandaag alleen de behind the scenes voor jullie. Maar voordat ik die aan jullie ga laten zien, leek het me leuk om jullie toch nog een keer wat toe te lichten. Aangezien er heel veel mensen zijn die YouTube video's willen maken en heel veel mensen die op zoek zijn naar dingen die je kan doen, nieuwe dingen. Ook ik ben heel erg op zoek geweest naar dingen die ik wou doen. Unieke nieuwe dingen die nog niet eerder gedaan zijn in Nederland. Saving Sinterklaas was daar eigenlijk het allereerste van. Ik wou heel graag een minifilm maken over Sinterklaas, omdat Sinterklaas naar mijn mening heel vaak verkeerd gebruikt wordt in films. Het zit namelijk zo, Sinterklaas is niet een totale badass zoals hij was in Sint. Dat was een thrillerfilm 3 jaar geleden, waarin Sinterklaas iedereen in één keer ging vermoorden. Dat je denkt, nee, dat is het niet. Het hele idee van Sinterklaas is dat hij een lieve oude man is. En zo wou ik hem ook gebruiken in mijn video. In plaats van dat Sinterklaas de badass is, is hij juist de gevangen prinses waar iedereen eigenlijk van houdt. Iedereen wil dat Sinterklaas vrijkomt. En dat was ook het idee waarmee ik deze video heb gemaakt. De romantische actiecomedy over Sinterklaas, waarbij Sinterklaas ontvoerd werd. En helemaal na de Zwarte Pieten discussie met de Verenigde Naties had ik natuurlijk genoeg animo om deze hele film te maken. Dat was ook de reden dat ik hem kon gaan maken door de Verenigde Naties. Je snapt het in ieder geval wel. Deze minifilm heb ik heel veel moeite ingestoken. En het leuke vind ik hier ook aan dat deze video vrij uniek is, omdat er 3 dingen heel belangrijk zijn. Allereerst de personages in de film, op de tweede plek de verhaallijn en op de derde plek de special effects. Dat zijn 3 dingen die je op de Nederlandstalige YouTube eigenlijk nooit ziet. En dat vond ik zo jammer dat ik dacht, fuck it, we gaan alles samenvoegen tot 1 grote epische Banya Movie. En die is dus afgelopen zondag verschenen op Banya Movies. Linkje daarvoor in de beschrijving. Jij gaat nu kijken naar de behind the scenes van die video. Als je goed oplet, kan je heel veel leuke dingetjes gaan vinden die jij misschien kan gaan gebruiken in je eigen video's. Behind the scenes voor behind the scenes. Behind the scenes voor de behind the scenes, wauw. Foto's aan het maken. Ja, ik maak een foto, ga maar even lachen. Je bent de uitverkoren Banjo Sinterklaas, hè? Nou, dan heb je vandaag mijn andere baard al gezien hier beneden. Niet alleen vandaag Sinterklaas. De zak van Sinterklaas. Het is ook zonde, we hebben een pak voor €150 van Sinterklaas. 175. 175, jong. En die gaat nu naar de tering. Ja, nu lijkt het alsof je chick hebt lopen bent. Nee, dat was jij. Ja. Je weet toch wel hoe ik eruit maal, even op je gezicht natuurlijk. Een bloedeffectje. Kut geplaatst weer. Het is ook niet heel veel, dat is nou, kut. Dit is alles. Dat valt op. Ja, zijn gezicht is belangrijk. Gewoon even bij zijn neus of zo. Dat is meer hierboven, als je het hierboven hebt. Oh ja, tuurlijk. Maar in je script stond bloed. Veel bloed. Ja. Heb je alleen dit gekocht? Nee, er komt straks nog meer. Dat, aan het einde word je dood weggesleept. Hallo! Yay! Kijk eens, Bardo. Een cadeautje.
Gewoon een 10 uur lange versie gaan we hierover maken. We hebben daar ook een camera. Hoi camera. Hallo. Epileptische kerstman. Hey, Sinterklaas. Oh, Sinterklaas. Hoi. Dit is stoute kindertjes daar. Kom ik er wel even langs vanavond. We halen nu eerst de camera van de lens af. Ja. Dat laten we anders eerst. Oh, kom maar, kom maar. We halen de camera van de lens af. Hij is een beetje bang aan het worden. Oh, Sinterklaas, hé. Hey. Lachappen! Ferdi! Autisten door is hij. Ferdi! Raas toe. Ferdi! Ferdi! Waar ik het moeten doen? Gewoon zo opnemen, ik denk dat het valt wel mee te lang voor de mensen, toch? Film je. Actie. Oh. En ik zeg je later. Waarschijnlijk zoom je nu in op mijn mond. Heel charmant. Ik, hey, jij filmt weer. Joegie. Oké, Iets naar links, Marlo. Ja, ja, ja. Heb jij al eens gehoord van Zwarte Pieten? Weet je dan? Het is een kans die je moet pakken, vind ik. Wat? Sorry. Oké, jongens. Hij moet zo midden hoog en dan in het midden. Ja. Rechts onder, rechts midden, in het midden. Zie je nog een paar? Ik denk dat ik iets te voet, sorry. Dat is niet de eerste keer dat die punters in mijn neus komt. Waar moet de focus dan? Door zijn hand? Of? Ik denk dat het hier is. Iets meer hier, vanaf hier part. En de focus eigenlijk vanaf zijn hoofd. Look at the Bardo elves. It's so cool. This Bardo elves. Oh my god. Wat wil je doen dan?